Hier maken we een heerlijke Siciliaanse pizza. En om deze te maken begin je met het maken van de pizzadeeg. Terwijl deze staat te rijzen kun je de vulling maken. Daarvan haal je het gehakt uit de worstjes. Het gehakt snij je dan in stukken. Vervolgens verhit je olijfolie in de koekenpan. En dan bak je op laag vuur de aardappelblokjes met de uien in 10 minuten ongeveer gaar. Dan strooi je een beetje met peper en zout en wat oregano. En dan bak je nog heel eventjes mee. Dan haal je uit de pan, voeg je weer wat olijfolie toe. En dan voeg je de worstvulling toe. Dan gaat peper en zout overheen, wat chilipeper, venkelzaadjes en gesneden salie. Dit bak je nog eventjes mee. En dan laat je het afkoelen. Als het pizzadeeg klaar is, verdeel je het in twee stukken. En dan rol je het op met bloembestoven oppervlakte uit tot een hele dunne plak. Van ongeveer een diameter van 30 centimeter. Daaroverheen gaat dat worstvlees en de aardappelen. Dan maak je het af met de ricotta. Dan bevochtig je de deegranden. Dan gaat de tweede pizzahelft overheen. Die druk je aan. En de randen druk je goed dicht. Dan bestrijk je met olijfolie. Maak je er twee inkepingen in. Warm je de oven voor op 220 graden. En dan bak je hem gedurende 10 minuten. Haal het bakpapier eronder uit. Dan bak je hem wederom 25 minuten op 220 graden. En dan bestrijk je hem nog even met olijfolie.